De criminaliteit is op dit moment een heet hangijzer. Dit haalde vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag aan op een regeringspersconferentie in de congreszaal. Cijfermatig is er niet echt sprake van een stijging, maar de schietpartijen van de afgelopen dagen baren het volk ernstig zorgen, zei Brunswijk. Maar als je ziet de verruwing die er gebeurt, mensen rijden in de stad, stapt uit en we denken dat we in Texas leven, schieten andere mensen neer. Die verruwing baart ons zorgen. En u moet weten dat deze president, deze regering, we hebben gezegd, we gaan dit aanpakken. En hard optreden tegen mensen die zulke criminaliteiten doen. Die vertoning die ze nu naar voren brengen, dat wordt niet gaat accepteren. Er is al gezegd dat meer politiemannen op de been moeten zijn, meer patrouilles. De regering heeft besloten dat de samenwerking tussen politie en leger geïntensifieerd moet worden. En dat men hard moet optreden. Brunswijk zei dat het opmerkelijk is dat de verkeerscriminaliteit toeneemt. Het lijkt erop dat niemand meer rekening houdt met elkaar. Het verkeerd. Men rijdt roekeloos. Kijk maar, dagelijks, bijna elke dag, weer één dode te betreuren in het verkeerd. En dat moeten we niet hebben. En het lijkt of er geen beleid is. Dus vanaf dit moment heeft de minister van Justitie en Politie duidelijk opdracht gehad om op te treden. Meer verkeerscontrole moet komen. Ja, dat lijkt op een wildwest. Laatst was op Albina. Rijdt mensen in Albina, een groep jongens, die waren gewoon als gangster, bam, 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 worden geschoten op mensen zijn huis. En deze mensen moeten hard aangepakt worden. Vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag in de congreszaal. Hij zegt dat er meer verkeerscontrole zal komen om de verruwing van de criminaliteit tegen te gaan.